En het erkabisdom heeft op 1 juli in het kader van 155 jaar afschaffing van de slavernij een kotto-wedstrijd gehouden. De winnaar van deze wedstrijd is Chanelle Oosterling. Haar kotto heet de Miss Alfonsina. Als prijs zal haar kotto 2 weken worden tentoongesteld in het Kerkelijk Museum. Het was geen echte wedstrijd, zegt Oosterling lachend, maar er moest een nummer 1 uit de bus komen. De winnaar vertelt hoe haar creatie tot stand is gekomen. Ja, mijn missie is dan Monica Drenthe en ze heeft het prachtig gedaan. En de order was Mina Miss Alfonsina. Te je nak adoren, dus op, dat is die doren van de Sint-Alfonskerk. Te je nak adoren, dus op, je zou kiezen, zou je op van nodig. En heb ik hierin, heb ik dan de verschillende, de 7 sacramenten van het christendom, heb ik dan geschilderd. Want dat was echt de verrassing van de kotto. En dan heb ik, dat is natuurlijk de boodschap. Zoek en je zal natuurlijk, alles wat je vindt hier in de kerk, zal je gegeven worden. Je bent natuurlijk blij als een kind is geboren. We hebben ook nog de communicantjes, we hebben het heilig vormsel. En we hebben natuurlijk ook het huwelijk en ook priesterschap, ook de biecht. En we moeten ook natuurlijk allemaal gaan en dan hebben we de salving. Dat is eigenlijk het hele leven van ons. En dat heb ik dan weergegeven in de kotto. Ja. Natuurlijk heb ik ook met de liturgische kleuren gewerkt. Dat was dus Chanelle Oosterling. Jolanda Winsak heeft ook meegedaan aan de kotto-wedstrijd. Haar kotto heet Mama Mofo Nabana Watra. Winsak vertelt wat haar kotto zo uniek maakt. Dat is mijn echte biggie kotto, want er zit een kooi in. Mm-hmm. En je hebt de volinti broeku, je hebt de dap kotto, Anissa. En een schouderdoek en de hoofddoek heb ik een combinatie van Miss Denise en Let Them Talk. Zo. Oh. So, ja, het is Talk to Me Navy, heb ik hem toen genoemd. Hoe heet het? Talk to Me Navy. Omdat het een combinatie is, ja, snapt u? Ja. 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 Schouderdoek, dat is, kunt u zien, dat is van, echt van 1863. Met Kitty Kotti heb ik speciaal voor haar klaargezet. Ja. Dus ze heeft alles compleet. Ja. Met haar biggie onder kotte ook nog, jawel. Alus Jolanda Winsak, een van de deelnemsters aan de kotto-wedstrijd die op 1 juli is georganiseerd door het erkabisdom. De winnaar is geworden Chanelle Oosterling. Haar kotto zal 2 weken tentoongesteld worden in het Kerkelijk Museum en daarna zal de kotto geëxposeerd worden in het Kotto Museum.